Ik ben benieuwd. Ik zou het fijn vinden dat iedereen er plat mee lacht. En dat iedereen er een keer goed kan naar kijken en goed kan lachen. Dat hoop ik. Het Vlaamse publiek kan daar zeker naartoe gaan kijken. We kijken naar Deense series ook. Ja, ik kijk naar een Franse film. En het is geen Franse film van blablabla. Het is eigenlijk, er zit heel veel actie in. Wat is het verschil om met Walen te werken? Het eten. De taal. Maar eigenlijk niet zoveel. Belgisch is Belgisch. Dat is vrij raar, want het cinema is echt Belgisch. Als je nu spreekt van een tournage in Frankrijk, dan is het anders. Ik heb al in Engeland gedraaid, anders. Holland, anders. Maar Walen of Vlaming op een set? Ja. Als er een lamp kapot is, dan gaat de eerste die dat kan vermaken, gaat dat vermaken. Op een Franse set moet je wachten totdat de verantwoordelijke van de lamp afkomt, voor dan die lamp te verstijgen, want niemand anders mag dat doen. Het is meer zo. Vandaag deze première, morgen een andere première. Ah ja. Op tv. Ja. Spannend ook. Ja, maar dit is ik wel... Ik heb gebingewatcht. S'avonds om 9 uur ben ik kijken, zat mij op stuk digitaal. Ik heb ze gewoon, ik heb heel de nacht doorgekeken. Tot s'avonds 6 uur, denk ik. Twee totaal verschillende rollen ook. Ja, maar undercover, ik denk dat wel vrij gaat marcheren. Wow. Daar ben ik wel... heb ik een vrij goed gevoel bij. Maar bij deze film ook. Deze film zou een zotte comedie kunnen worden, dat zou een cultfilm kunnen worden.